Hallo, ik ben hier vanavond met Hugo Kaagman, de absolute grootmeester van de graffiti-kunst in Nederland. De grote inspirator zonder wie Banksy absoluut ondenkbaar zou zijn. Dit is, we kennen elkaar al lang en we gaan vandaag praten over onze, waar we uitkomen. Waar we uitkomen. Dit is Weltschmerz. Hugo, dus, wij gaan lang terug en we kunnen, behalve dat we kunnen kijken naar waar we uitkomen, we kunnen ook kijken waar we vandaan komen. Ik denk dat de eerste keer dat ik jouw naam hoorde, dus hoorde wie jij was, dat moet geweest zijn door Diana Ozon, mm-hmm. waarmee ik in het basisjaar van de Rietveld zat. Ja, ik zat op de Rietveld, ja. Ja, hè? Die was heel erg geïnspireerd door Mathilde Willink in die tijd. Ja. Ze droeg hele extreme, extravagante kleding. Ja. Waarmee ze echt opzienbaarde in mijn basisjaar. En we zaten heel vaak samen in de tram. Ja. Naar Lijf 24 vanaf het Stadionplein. Vanaf de Rietveld. En daar, ja, en daar kwam op een gegeven moment jouw naam tevoorschijn. Mm-hmm. Dat ze met jou contact had gekregen. En verliefd was geworden. Ja. Dat is eigenlijk het, de hoe ik het voor het eerst... Zo begonnen, ja. Ja, voor hoe ik voor het eerst Hugo Kaagman... Als inleiding kan ik zeggen, ik ben ooit naar Amsterdam gekomen te studeren. En op een gegeven moment ben ik dat gestopt. Ben ik gaan reizen en toen kwam ik terug van een reis. En toen had ik niks. Ik had alle spullen weggedaan. En toen heb ik een pand gekraakt met wat vrienden. De Servatistraat. De Servatistraat. En toen heb ik Diana Ozon leren kennen. En wij waren in dat pand bezig. Iemand was naar Engeland geweest. Die had punkblaadjes meegenomen. Sniffing Glue. En ik was naar mijn laatste reis in Marokko. Had ik geelzucht gehad. Dus ik kon even niet werken. En ik heb gewerkt. Maar toen heb ik een uitkering aangevraagd. Want ik was helemaal ziek. En toen zaten we in het pand met als een soort werkloze, boze mensen. En er was ook no future op dat moment. Dus we begonnen met punk. En Diana Ozon met haar gekke kleding, die zag het helemaal zitten. Want ja, vond het allemaal wel leuk. Die trok bij je in. Ja, en die ging meedoen. Ja. En de filosofie was, do it yourself. Er wordt niks voor je gedaan. Je moet het allemaal zelf maken. We begonnen met krantjes, fanzines. Geïnspireerd door Engeland gewoon. Was het de Koekrant? Koekrant was dat. Ja, door de Koekrant in de wc, waar iedereen over zeikt. De Koekrant van de maatschappij. Schimmelcultuur. Dat ja, wat echt verworpen wordt. Aan de rand. Overbodige mensen. Human surplus. En, dus voel je dat zelf ook zo in die zeker, tijd? Zeker, ja. Want er was toen crisis. Oliecrisis. En de toekomst die er voorspeld was. Want ik had wel diploma's, maar er was gewoon niks. Wat voor diploma's had je? HBSA en kandidaat sociale geografie heb ik nog wel. Oh, je hebt gestudeerd drie jaar. Ja, oh, ja, heb je dat gedaan? In principe was ik aardrijkskundeleraar. Ja, maar het begon dus voor jou met het maken van tijdschriftjes. Ja, collage. En dat was stencilwerk. Gestenceld en fotocopie. Ja. Stencil was goedkoper, dat kon je in de kraakbeweging. Ja, soms kleuren. En fotocopie, nou, dat is een ander verhaal. In automaten, in universiteit, waar ik nog de weg wist. Daar stonden ook tikmachines en kettingen, dus daar kon ik tikken. Goed. Ik wist de weg en de kantine, daar ontbeet ik. Het Berghout Kraakpand was een psychologisch lab. Dat was onze vergaderruimte in de kantine. Dat was geen... ja. En die punkstijl, daarvoor had ik al een studie gedaan naar dadaïsme en fluxus. Ja. En dat vond ik een fantastische, absurde beweging. En ik vond punk is ook zoiets. Het is een soort anti-kunst. En, ja. Maar het was wel een beetje gevaarlijk. Want je wist niet waar naartoe ging. Het was het wel een beetje Hells Angel-achtig, zou ik maar zeggen. Leren jasjes en agressief. Welke kant het heen ging. Maar ja, je wist niet welke kant het op ging. Het was heel creatief en vernieuwend. We zetten ons af tegen de hippies. Dus ja, ik heb nou weer lang haar. Maar toen was het kort haar. Ja. En leren jas, geen spijkerbroek. En badges en fokken. En provoceren. Fokken. Provoceren. Fokken. Ja. Mensen bang maken eigenlijk. De maatschappij de angst aanjagen. Ja, de brave burgers. Die gewoon van 8-5 als een loonslaaf tekeer gingen. En wij zaten buiten de maatschappij eigenlijk. Toch in een tolerante omgeving. En we hadden een doel. Met die krantjes wilden we gewoon het verzet. Net als in de Tweede Wereldoorlog. Ja, je voelde je verzetsgroep. Ja, verzet. Ja. Tegen de leugens van de maatschappij. En je had toen ook hele gekke dingen, hoor. Je had,
toen had je de vertrossing. Dat was in Paradiso een congres over de vertrossing. Het was zo erg, de tros nam het... Het hele bestel over. Bestel over. En dat was zo laag. Familieshows. Ja, precies. En de VPRO was wel heel high. Ja. En die had ook Wim Schippers. Daarom heb ik ook Fluxus omarmd. Ik bedoel, Fluxus. Wim Schippers is daar de ridder. En die absurde dingen. En ook provoceren. Ik bedoel, werd bloot en gekke dingen. Dus je voelde je wel verbonden met de VPRO op dat moment. Wim Schippers, daardoor ben ik kunstenaar geworden. Door Wim Schippers. En alles wat erachter ligt, situationisme, dingen deconditioneren, dingen uit zijn verband halen en dan maar kijken of er tot een nieuw iets komt. En punk was gewoon het idee om dat te doen. Eigenlijk. Dat draag je over 1975, 76, denk ik. 77. 77. 77. Ja. We hebben het pand op paasdag gekraakt, want de politie te druk had met de toeristen toen al. En ik heb er 18 jaar kunnen zitten. 18 jaar? Het was echt een vrijplaats, zei dit ook wel. En in welk jaar is het pand veranderd in het Zebrapand? Op een gegeven moment heb je dus... Ja. Je bent naar Marokko geweest. Dat was daarvoor eigenlijk. Ja, een paar keer later nog terug. Heb je ook een prachtig boekje over gemaakt? Eigenlijk begon het zo dat ik... Ik had de sociale geografie afgerond. En ik heb in Marokko 3 maanden een boek geschreven. Landkaart, interviews, alles. En ik vond dat een kunstwerk. Babouz Loot, dat is een poort. Een soort tijdmachine als je doorheen komt. Dat heb je ook een verwarring. Dus dat... je bent bij die poort gaan zitten. Ja. Babouz Loot. Alles, Babouz Loot. En daar de Huidenpoort. Ja, want Huiden met ezeltjes, die werden daar gedroog gelegd. En dat was behoorlijk veel. Die werden daar te droog gelegd. Ja, buiten de muur. En dan werd het binnen. Die hele stad liep daar doorheen eigenlijk. Ja, een hele grote stad. 1 doolhof, straks 6 steden bij elkaar. Dus 1 zigzag. Dus je moet goed de weg zijn. Marrakesh is dat? Of? Nee, Fes. Fes. En dat loopt in een dal, overal fonteinen en mozaïeken. Prachtig. Arabische patronen, wat later voor mij belangrijk was. Ja, want je bent heel erg geïnspireerd geraakt door die Arabische patronen. Daar komen zo op. Eerst even nog het punk-element van Babouz Loot. Voor de poort stoppen bus en zo. En daarna is het gewoon het voetgangersgebied en ezeltjes. Maar als je daar door die poort loopt, word je besprongen door allemaal gidsen. Je hebt een gids nodig om niet te verdwalen. En het zijn allemaal hele heavy gastjes. He, kaal, allemaal skinheadjes. En die konden 20 talen, die konden Nederlands, konden alles. En er is veel hash en gekken en bedelaars. Dat was gewoon 1 middeleeuwse trip eigenlijk. En ik wist maar naar mijn weg in te vinden. Ik bedoel, dat vond ik dus te gek. Voelde je daar goed? Spreek je alle talen. En als je op een gegeven moment de weg weet en je kent mensen. Dan vond ik te gek. Ja. En toen ben ik de kaart gaan brengen. En toen ik dus in Nederland kwam, heb ik dat gedrukt op de universiteit nog. En ik heb het ook ingediend. Dat is mijn proefschrift. Ik heb mij een boekje gegeven. Dat is erg mooi. Ja. Maar toen ontdekte ik het drukwerk dus. En toen ben ik dus meteen met punk verder gegaan. En Jan Ozon kwam erbij. Er kwam nog een oude vriend die ik eerder kende, een muzikant, Ludwig Wies, een Surinaamse jongen, die kwam erbij. Die heb ik ook, Met hele gekke muziek, sonologie studeerde, bliepgeluiden, maar ook reggae en muziek maakte. En die snapt alles precies. Dus die dat is ook waar de reggae invloed ook, in werk. Dat had ik altijd al eerder door, maar goed, maar toen was dat echt, dat is ook een anticultuur. Ik bedoel, wat punk is voor de blanken, was reggae voor de zwarte. En dat liep er ook heen. Je had in Jamaica had je ook Rude Boys, dat waren eigenlijk al punks. Ja. En de punks die speelden ook, later ska en reggae, en dat liep in elkaar over. Maar het was gewoon 1 verzet tegen het systeem, Babylon, en met alle leugens. En in de Safaristraat kwamen meer mensen bij. Christian Kant zat, een dichter. Dr. Red kwam op een gegeven moment erbij. Ja. Die zat toen nog op school, maar die kwam uit school meteen bij ons, blowen. We leefden toen van 12, we stonden 12 uur op en we gingen om 4 uur 's nachts naar bed. Dus... Wat een heel ander leven. En op een gegeven moment kwam er ook nog, na de loop vooruit door, kwam er een Jamaicaan met zijn gezin. Die kwam uit Engeland en die vroeg, ik zoek onderdak en zo. En hij deed zijn muts af, had dus enorme dreadlocks. Dat was de eerste in Nederland die met dreadlocks. En dan dacht ik, nou is te gek, ik wil meer van weten. Die heb ik in huis gehaald. En die kwam op een gegeven moment, omdat ik nog een beetje sociaal geograaf ben, antropoloog, het mooiste vind ik, participerende observatie. Je gaat meedoen en dan kijk je wat er gebeurt. Dat deed ik in Marokko ook, ik ga er gewoon tussen zitten. Ja. En de Jamaicaan, die begon, geloof je in God en dit en dat en zo. En ik zei, dat vind ik wel interessant. En die kwam elke avond met zijn bijbeltje naar me toe, als een soort Jehovah. En die ging dingen uitleggen. En wat in die muziek allemaal, er kwamen allemaal bijbelteksten. En die verklaarde dingen. En die zei ook, de einde der tijden is erbij. Want in 88 gaat de wereld. En dan, het hele verhaal. En doomsday scenario. En ik had toch al zo'n idee, door mijn studie van, je had de Club van Rome. Hè, en de bevolking neemt toe, de voedsel neemt af. Dat gaat clashen. En dat gaat mis. En je had de Koude Oorlog. Je had Rusland en Amerika. En op televisie waren programma's van VPRO, weet je wel, die gingen de militairen in Amerika interviewen. Van,
die zeiden, ja, er komt de oorlog en het is in Europa. Jammer voor jullie. Ja. Dacht ik wel, potverdomme. De plaatsing van de kruisraketten natuurlijk. Absoluut, ja. En het werd heel heavy gespeeld. Dus ik vond dat die apocalyps vond ik wel heel reëel. Maar ik ben altijd van, ik zoek een geloof, maar ik heb het nooit gevonden echt. Ik bedoel, het zit overal een beetje in. Maar Rasta zit er natuurlijk in, want dat is goede muziek. Ja. Het is blower. En je kan er zelf wat van maken. Niemand zegt wat je moet doen. De leeuw van Juda. Ja, prachtig. Ja. Ja, de symboliek van de leeuwen. Ja. Maar die Rasta vertelde me ook, in het Nederlandse wapen heeft ook leeuwen. En ik heb ook een dichtbundel van me uitgegeven. Over waar die leeuwen allemaal in zitten. En zo. Hoe komen de leeuwen in het Nederlandse wapen? Dat is, de leeuw is toch het symbool van Afrika eigenlijk. Ja. Maar het is ook koningen van de jungle. Maar al die symboliek vond ik prachtig. En ik hussel dat door elkaar. En die punkrandjes, punk was even een opleving geweest. Dat de kranten er vol van staan, te gek. Maar daarna werd het dood verklaard. Eigenlijk halverwege 77. Punk is dood. Het is een doodgeboren kindje. En Paradiso ook. De beweging hief zichzelf op. Nee, helemaal niet. Niet dat ging wel door, maar de gevestigde orde verklaarde de dood. Dat is mijn idee eigenlijk. Dat de hippies, die hadden dus met hun jaren 60 revolutie net een positie verworven. Die zaten dus net op alle. Ze zaten op alle sleutelposities in de media, de politiek. Overal, ja. En die zagen weer een nieuwe beweging opkomen. En die waren een beetje bang voor een positie. Dus die begonnen dat meteen. Dus dood te verklaren. Maar dat was natuurlijk reden voor. Het zag er eng uit. En wat we ook deden, we begonnen met graffiti. Gewoon, we schreven alle tekst uit Koekrant. Die schreven buiten op. En we liepen dronken door de stad. En ook die Rasta-kreet uit de Bijbel. Kijk, Van Acht was aan de macht. Die was heel bijbels. Dus te gek om een andere bijbeltekst op de muur te zetten. Ja. Die tegen hem ingaan. Maar, ik had juist het idee veel meer dat de symbolen van de punkbeweging werden overgenomen door die te koop waren bij de HEMA, bij wijze van spreken. Ja, dat heeft heel lang geduurd. Hoor. De veiligheidsspelden als oorbelletjes en zo. Later geweest? In 77 had je, er sprongen allerlei dingen in, mensen in natuurlijk. Dan had je een winkel in Amsterdam, die heette Boy. En die verkocht punkkleding, van die plastic broeken. Ja, dat herinner ik maar die is zo vaak beklad. Was dat de Rozengracht was dat? Ja, dat is No Fun. Dat was No Fun? Ja, een plaatwinkel. Was dat niet daarvoor nog een kledingwinkel ook? Nee. Okay. Maar die Boy is zo vaak beklad, die zijn gestopt. Die werden belaagd. Dus Poenpunk was dat, weet je wel. Poenpunk. Dat was financieel. Punk, dingen moet je zelf maken, dat kan je niet kopen. Ik bedoel, maak het zelf. Do it yourself, dat was het centrale idee van. Maak je eigen mode. Dus iedereen. Die maakte uit van het Waterplein dingetjes, maakte hier dingetjes. Ja. En met veiligheid speelde bij elkaar. Ik repareerde mijn broek ook met een nietmachine en zo. Ik herinner me dat je er ook echt. Jij was ook echt punk. Ik ben nooit echt punk geweest. Maar het kwam uit. Het was poverty look. Het was in. Ja. Ja, het is zo belachelijk deze tijd. Als ik nu gescheurde spijkerbroeken zie. Ja, mijn dochter loopt graag rond in een spijkerbroek met een scheur erin. Ja, en kant-en-klaar gekocht. Dat is heel hip. Daar kan ik dus om lachen. Van koop hem nieuw. Draag hem zo lang tot hij vanzelf scheurt. En dan heb je het verdiend. Dan ga je het kopen. Je hebt het niet verdiend als je het koopt eigenlijk. Nee, dat hoor je. Dat je geen geld hebt om een nieuwe te kopen. Maar dat zo gaat. Is grappig. Het is ook grappig dat de wereld niet vergaan is. En dat het allemaal nog heel erg mode is. Ook de layout trouwens. Hè. Dat plakken met plaklettertjes. Met die plaklettertjes? Ja, letterenset. We hadden velletjes van een van de ontwerpen. Okay. Allemaal restvelletjes. Restvelletjes, daar kon dus je dan het ging vanzelf dat je punt ging maken. Want we hadden het niet compleet. En het is heel belangrijk, letterset, want je had een tikmachine, weet je wel, en dan ziet het er netjes uit. Ja. Maar als je koppen wil maken, dan kan je uit de krant knippen. Er zaten heel veel koppen in de krant die echt heel punk waren. Een blackmail-achtige typografie. Bioscopen, dingen. Apocalypse Now, The Warriors. Filmtitels, dat was heel doem. Dat kwam echt, dat paste precies in het punk-idee. Maar als je dus met letterzet een kop maakt, dan ziet het heel officieel uit. Dus het is echt, we speelden echt alsof we een echte krant waren. Hey, maar dat is echt vormgeving en hoe je beelden brengt. Ja. En is dat ook hoe je op het idee bent gekomen om met mallen te werken? Schablonen, dat is de thing. Dat is natuurlijk wel
Heeft dat, zich tot jou, bijna jouw trademark dat de huis, laatste jaren... Ik wil even zeggen, het Stratiatenhuis, het was eerst gewoon begonnen een punkclub in de kelder, DDT 66, ja. Dirty Dutch Tricks 666, ja 666, ook weer uit de Bijbel, duivel, ja. Fokken, Dirty Dutch Tricks tegen de koningin. En Ivor, Dr. Red, Ivor Wies, was net in Londen geweest en die, met zijn schoolreisje, waar ze dan op school. Middelbare school. Ja, ja, daarna ging hij van school af natuurlijk. Ozon was ook van de Rietveld af, gewoon doe het zelf. Maar die had daar die punktenten gezien, de Roxy, weet je daar. Helemaal vol met Buzzcocks, al die punknamen. Ja. En toen heeft hij die punkclub, haar programma van het Spuitbel, helemaal knettervol gespoten. Ja. En, want wij hadden eerst allemaal losse tekst, maar toen begon het eigenlijk te komen. Het hele huis was helemaal onder. En ik had geen met, er was een metro-opening nog op Weesplein. Toen die nieuwe stations werden daar geopend. Ja, en Beatrix, prinses Beatrix kwam het openen. Dat was voor haar kroning. Rel gedaan. Ik had lege pakken melk in de bomen gegooid. En mille brilletjes van geld. En een pop ergens van het dak gegooid. En oranje verf iemand. En, dat werd niet op prijs gesteld, neem ik. Nee, maar dat was een happening. Dat was heel amateuristisch. Dat was een kunstzinnige happening. Dat was een navolging van happening van Fluxus, tuurlijk. Ja. En de buurt deed mee, want er was protest tegen die de metro. Maar dat iemand had met een tekst uitgeschreven: metro is geldriool, als lettertjes. En dat op die halte gespoten. Ja. En dacht ik, hé, dat is een... Dat werkt. Want we waren wel met spuitbus bezig. Dat is, schabloon is te gek. Ja. Dus toen kreeg ik het idee van, hé, ik ga Bob Marley uitsnijden. Ik ga Johnny Rotten uitsnijden en een wietblaadje. En zo is dat begonnen eigenlijk. Wow. En dat kwam ook, we hadden dus DDT 66, toen kregen we ruzie onderling, ook door drugsgebruik van Dr. Red en Ludwig en weet ik veel, mensen werden een beetje gek. Dr. Ja. Red dealde ook, en die is ook een drugs overleden, die ging Herman Broodje spelen eigenlijk. Hij was dokter, hij had een dokterskoffertje met zijn medicamenten. Ik herinner nog heel erg zijn eerste tekst op straat vanuit de tram, dat je gewoon die rattenkop met die mooie haren en dan die neus. Dat is een soort symbool van iets heel nieuws. Ja, als we het over Dr. Red hebben, dat is heel grappig. Hij heeft die naam, het is heel goed. Hij was de eerste met de ratjes dus, voor Black Lerette, voor Banksy. Ja, ja, zeker. Het was en ratjes, ik weet niet wie ermee begonnen is. Punks had ook een ratje gewoon als huisdier. Die, nou, je had zo'n Berlijnse dame die al met een ratje rondliep. Ratten Jenny, had je Maar hij was gewoon visueel, maakte hij een beeld. Wat gewoon stond. Wat een symbool, een ratje. En ja, trouwens, ratje. Ik moet even zeggen. Maar dat vooral met de tekenstijl te maken. Ja. Dus de felheid van tekenen. Ja, en dat had ook mooie letter, ook gotische lettertjes. Ja, zijn vader was vormgever. Dus, gotische letters, dat had natuurlijk ook. Dat was Duits. Dat was fout. Fout, natuurlijk. Obscuur, dat wou niemand in de stad. Dus. Hij deed dat. Ja. En toen ging je dood. Nou, het is 81. Dat is weer later. We hebben dus van 77 tot 81 hebben we nog heel veel dingen gedaan. Ja. Daar zijn, dus dat was toen heel creatief. Want die punkbeweging werd echt steeds groter eigenlijk. Ja. Want toen iedereen ging ook een bandje beginnen. Want je bent een punk. Als je punk bent, moet je iets doen. Op een gegeven moment had je een bepaalde punkdag, punkwoensdag in Paradiso. Dan kwamen alle punkbands daar spelen. Woensdag, dat is een traditie. Ja, dat werd een traditie. Toen was het al eigenlijk afgelopen, een beetje herinneringen. Ik heb Jam in Paradiso gezien natuurlijk. Ja. Ik heb daar heel veel Stranglers. Romans. De Sex Pistols heb ik nooit gezien. Dat was 76. Heb ik ook niet gezien. Maar daarna kwamen er heel veel bandjes. En in dat Zebrahuis. Op een gegeven moment werd het Zebrahuis. Zebrahuis werd het. Dat moet je uiteindelijk vertellen waarom dat het zo genoemd werd. Nou, eerst was het punkclub ruzie. Toen zijn we gestopt. En een galerie begonnen. Galerie Anus. 1000 keer bellen. Anus, ja. Galerie Anus. En dan verkochten we dus die kruntjes. En toen begon ik daar dus ook t-shirtjes te maken met die schablonen die ik had. En we konden daar. We hadden, een soort, en management. Ik was ook management. Ik ben geïnspireerd door Malcolm McLaren die de Sex Pistols had. Dus ik managed de Jesus in the Gospelfucker. De heftigste punkband van dat moment. Ja, die ook een nazi-pet had van spaat nazi-kleding. Dus, en echt vaak vocht en zo. Ja, het was wel vrij agressief. Maar, Galerie Anus, daarna werd het Galerie Ozon. Want we leerden van de VPRO eigenlijk dat je als het programma succesvol is, moet je op hoogtepunt stoppen. En weer iets nieuws beginnen. Dus ik dacht, één dag Galerie Anus. Oké, Galerie Ozon. En Ozon door die spuitbus natuurlijk. Dat is zelfs kwetsbaar. Het ging meer over schablonen. Ja. De ozonlaag die ging eraan. Inmiddels staan die spuitbussen safe. En het jaar erop werden we Galerie Zebra. En toen werden we eigenlijk meer kunst. Maar die schablonen die ontwikkelde, ik kreeg steeds meer. Dus op een gegeven moment ging die buitengevel, die wisselde steeds. Dat herinner ik me. Op een gegeven moment kreeg je een soort vast patroon. Een soort zebra print.
Het patroon, ja. Ja, dat is eigenlijk het meest beeldend. Het heeft heel lang zo gestaan. Maar het komt de twee dingen eigenlijk. De punks die hadden eigen mode, die begonnen een stukje panter op te doen en zo. Ja. En, op hun leren jeks. Ja, gewoon... Panterprint. Panterprints. Dat maakte ze zelf als mode. Dus dat vond ik te gek. Dus ik begon toen ook met jungle dingen. Dus zebra, panter, tijger, slang. Slang kon je met een netkous kan je spuiten. En een zebra. Maar goed... En toen ben ik dus nog een keertje terug geweest, 1979, nog even naar Afrika met Jan Ozon. Want ja, we hadden wel het idee van... zijn we naar Timbuktu gegaan met heel erg geld en daar een hele mooie trip mee gemaakt. En daar ook in Afrika weer gespoten, een taxi gespoten en een disco gespoten. En toen dus dacht ik van, goh, ik kan daar ook leven, weet je wel. Want dat was voor mij, als het westerse systeem in elkaar flikkert, kan ik in Afrika door. Heb ik een plek om heen te gaan, kan ik daar een safe haven. Ja, ja. En, maar toen gingen we via Marokko terug, van Senegal, Gambia, met de vliegtuig naar Marokko. En toen heb ik daar nog even een Marokko-tour gemaakt. En toen heb ik die patronen, die ik zag, ik dacht, van, daar ga ik wat mee. Want dat was het hetzelfde karakter als eigenlijk die dierenprins. Ja, maar die dierenprins kan je kan alles vertijgeren, verpanteren, verzebra. Hè? Ik bedoel, alles. Ik bedoel, je bedoel, verpanteren nou, alles. Is een jasje of een lichaam. Een mens, een auto, een muur, ja, alles verkleed. Dus ja. En die patronen die vond ik op grafheuvels. Daar had je dus, en in moskeeën, maar daar mag je niet in. Maar op die grafheuvels heb ik het allemaal overgetrokken en meegenomen. En het mooie, als je een tegel hebt, dan, als je het herhaalt. Dus toen kwam ik thuis in Amsterdam. Kon je die patronen en toen heb ik een mooie schoorsteen gemaakt. En wauw, wat ja. Luxe. Gek. Toen dacht ik, dit ga ik mee door. Ja, dat is, geeft een verrijking. Het had ook iets heel decoratiefs. Eigenlijk. Het is decoratief, ja. Het is maar, ook ja. Dat heb ik altijd mooi. Ik heb in mijn kleuterschool hing al kopieën van Escher. En dat is altijd een hel voor me geweest. Ik vind Escher zo geniaal. Ja. En ik wist nu dat hij er daar vandaan haalde. Hij haalde Alhambra, Spanje. Maar Marokko is de roots van het Alhambra. Die tegels. Maar goed, als je die tegel bestudeert, is het toch een spiegeling. Het is en dat wordt een roteren neergelegd. Dus er zit een principe achter. En toen waren er geen computers, maar je had wel fotocopieermachines. Ik was fotocopie-junk. Als ik een plaatje vond, dan vergroot je dat uit en vergroot je dat weer uit. En geef een nipje hem groot. En dan snij je hem uit. Ja, en zo gaat dat. Maar toen heb je ook transparantjes, dus je kan op plastic fotocopiëren. Nou, dan kan je dat spiegelen. Ja. Dus toen begon ik allemaal patronen te maken, een soort behangboek. Maar er zitten een aantal dingen bij, zoals het zebra-motief. Ja, dat is een soort huistuin geworden. Het is een zo populair motief geworden. Ja, het is altijd nog favoriet. En ik herinner me ook dat je een soort foto van Erwin Olaf. Ja. Dat je een vrouw aan het spuiten bent. Ja, nou ja, dat komt natuurlijk. Keith Haring kwam in 84 op. Ja. En die heeft Grace Jones beschilderd. In de Afrikaanse stijl. En toen Erwin Olaf later kwam, wat wil je? Dacht ik, nou, voel je daar verband mee met wat Haring deed en anderen? Ja, dat was de eerste street artist eigenlijk. Urban artist. Die de wereldtour deed. Ik ben hem ook tegengekomen. Jan Ozon ging optreden in Milaan. En op een poëziefestival met Johnny van Doorn en nog wat. En dat is een andere kant eigenlijk. Maar ik ging ook de poëzie in allemaal. Met veel poëzie, met Vinkoog en Johnny van Doorn. En Johnny van Doorn was een hele goede vriend. Ja. Vinkoog wel. Johnny de Selfkijkers. Ja, de Selfkijkers. Nee, dat waren heerlijke mensen. En Vinkoog, wandelaans, kloppen die. Wijsman, die wist altijd. En die kwam een paar keer per week langs. Wally Tax trouwens later ook. Dus het is die generatie ging door. Zij dachten ook van, ja, jullie zijn de nieuwe generatie. Ja, dat herkennen. En ze kwamen met allemaal tips. En, Aad Veldtoen. Aad Veldtoen, die kwam ook bij. Ja, die is altijd wel erg hippie gebleven, hoor. Maar, nou, hij heeft ook altijd wel enorme interesse gehad, denk ik, in anderen. Ja, die was open. Ik heb ook met hem samengewerkt. Maar Johnny van Doorn was een soort punk, hoor. Die was ook altijd aan het fokken en provoceren. Het woord fokken komt veel terug in je. Maar hij was Electric Gubbels. Nou, ik bedoel, dat was toen ook. Zo noemde hij zichzelf. Electric Gubbels. Ja. Nou, als hij tekeer ging, dan... prachtig. Maar... We hadden het over Haring. Haring, ja. Het was op de in Milaan. En toen zei hij, Keith Haring is een stad. We gingen naar die galerie toe. Salvatore Ala. Van, is die Keith Haring? Nou, de deur, hier is hij. En... Ja, te gek, er stond hij allerlei potten te schilderen. Dat was die tijd van die amfora's. Ja, maar ook grote schilderijen en pizza eten en dan tussendoor en zo. En hij had een petje, Keith Haring World Tour. En hij zei, stond ja... Stond op het petje. Ja, want hierna ga ik naar Japan en dan ga ik dat en overal ter plekke in een galerie werk creëren en dan weer door. Ik dacht, dat vind ik ook te gek. Ik heb het daarna ook geprobeerd. Dus ik ben ook op reis gegaan met mijn schabloon en ik heb dingen gedaan. Een beetje Kaasman World Tour. Nou, dat net niet. Hij had natuurlijk die kunstwereld achter zich. Ja. En ik, toen ik dat deed in de jaren 80, toen was ik eigenlijk te vroeg. Mensen snapten het niet. Ja, je had ook niet de steun, denk ik, die hij had. Want hij was natuurlijk in 1982. Werd hij door het circuit uitgenodigd om deel te nemen aan de documenten. Ja. Daar kreeg hij natuurlijk een ongelofelijke lift-up.
Nou ja, in 84 is iets gebeurd. Toen is de metrograffiti uit New York. Dat was de graffiti. Watching My Name Go By. Dat was een Norman Mailer boek. Daar hebben ze de ballonletters uitgevonden. En als het op een trein staat en rijdt door de stad, dan word je beroemd. Ja. Dus grote letters, grote naam erop. En stripfiguren of dingetjes erbij. En die beweging, Keith Haring was een geval apart, hè. Maar die beweging van die metrospuiters, die is geen met bovengronds gekomen. En is in galeries groot gebracht. Ja, Kwik, ja. Ramelsy. Die had toen ook een galerie, Jackie Kornbiet. Ja, die heeft ze in Amsterdam gehaald. Ja. En toen horen we echt, cobra-verzamelaars verkopen alle cobra-dingen. Die gaan allemaal die graffiti kopen. Maar toen dachten mensen, ja, eigenlijk is hij gek. Pijnenburg bedoel je? Ja, verzamelaar Pijnenburg. En er was geen ik heb in die tijd ook met René Daniels Dutch Graffiti gedaan. Ja. Ik heb een verzamelaar hier in Helmond. En die wil alles doen en die wil alles financieren als het maar graffiti is. Dus wij gaan ook graffiti doen. Ja. Alleen dan gaan we Nederlandse zwaartekracht doen. Dus Dutch Graffiti met G-R-A-V-I-T-I. Ja, en graffiti. Wij werden Dutch Graffiti, René en ik. Dus, Het was geen met zo'n hot, ik weet niet precies, het was geen met een kunstbeurs. De eerste beurs van Verkrimpen, die was in de Nieuwe Kerk op de Dam, weet je wel. Ja. En dat was voor de Rai nog. Ja. En wanneer was het nou, misschien 85? 83 denk ik, zoiets. 83. Maar 84, toen stond er van, ja, nu is er een kunstenaar, Jean-Michel Basquiat. Die heette Samo, die was ook een graffitier. En die hangt nu in die, op die beurs. Dat was ook met Urdi en er stond in de krant echt, van, kan dat wel? Van de straat in een galerie. Daar werd een commentaar op gelegd. Dat is nog steeds wat mensen dat lullen van, kan dat wel? Maar, en dat was ook nog 10.000 gulden, zeg, zo'n Basquiat. Nou, ik had eentje maar moeten kopen. Ja, dat was een goede investering. Ja, maar niemand zag dat nog eigenlijk. Maar dat was een beetje toen je probleem eigenlijk. Dat je dus aan de buitenkant tegen die kunstwereld aankeek. Dat je niet de steun kreeg voor je dat is dat moment dat wij elkaar ontmoeten. Ja, 88 was ik zie, ja, want ik zie natuurlijk je werk. Ik zie ook wat je doet bij de Stolpera toen de tijd. De schuttingen die je gemaakt hebt. Dat is een waanzinnige schutting. Die heeft de hele stad gezien. Want iedereen reed daar langs met de tram. Het mooie was, dat was eerst legaal. Ik kreeg geld om dat te doen. Ja. Dus ik kon. Ik ben even goed helemaal opgepakt. Twee keer. Ja, waarom? Maar gewoon, de politie ziet me bezig en ik heb geen. Legitimatie bij je. Ja, en het is zondag en niemand is te bereiken. Zit je per uur in de cel. Dan zit je wel meegenomen. Ja. Preventief. Ja. Maar daar kon ik voor het eerst dingen doen. En, want als op straat, je moet wel. Uitkijken voor de politie altijd. Ik bedoel, anders krijg je een taxichauffeur met een honkbalknuppel achter je aan. Het is geen sport. Ik beschouw het serieus als kunst. Ja, er is natuurlijk ook een criminele kant. Het mag niet. Het mag niet. Nee, het aantasten in andermans bezit. Ja, ja. Het verstoort de bezitsverhouding. Ja, maar er zijn... punk had ook regels. Punks are no junks. Graffiti had ook regels van... als je iets niet mooier kan maken, dan moet je er niet overheen gaan. Dus als respect voor elkaars kunst. Als iets goed is, dan moet je er niet overheen gaan. Dan ben je een tooi. Meeloper, eikel. En grachtenpanden, ja, daar blijf ik ook vanaf, want dat is historisch erfgoed. Dat vind ik mooi. Maar betonnen wandjes, ja, maar dat in die mag tijd ook. Zat natuurlijk wel heel Amsterdam onder tot boven graffiti. Als je opnames uit die tijd ziet, dat is echt overal. Alles wat aangeraakt kon worden. Daar kreeg je ook scheiding in, daar kreeg je ook beweging in. Maar de hele stad was raar, dat lag ook vol hondendrollen. Ik bedoel, dat was een hele vieze stad. En ook heel veel leegstand, wat allemaal gekraakt is. Ja, en dan weer leefbaar gehouden. Maar die kraakbeweging, er waren echt tienduizenden krakers in Amsterdam. Dat was echt een leger. Ja. En die hadden overal hun eigen dingen. Maar de Amsterdam is geen met zo vol, het was 81 eigenlijk, dat Dr. Red die zei, nou, het heeft geen zin meer om overal te gaan taggen. Want het staat vol. Die kwam met het idee, hij pakte een wit bos, ging met een wit kwast. Over dingen heen schilderen. Daar zag je het weer. Zo vol stond het. Mooi hoor, scrabble allemaal. Goed hè? Ja, echt goed. Nu zie je het op sommige plekjes nog. Maar nu is het semi toegestaan. Het is een soort prehistorische... Dat idee was het ook van in de prehistorie, of in oermens die schilderen in grotten hun dingen. Nou, daar waren we vlak voordat de nieuwe bom viel, waren we in de schuilkelders ook weer. Rotstekeningen aan. Zoals het in het begin was, zo is het in het eind. En, zo gaat het misschien eens door. Toen zijn wij elkaar tegengekomen, op de een of andere manier heb ik jou toen naar de Living Room, de galerie van Henk Vis, Erik Andriessen. Een heleboel andere kunstenaars. Ben jij daar ook gaan exposeren? Nou, het rare is... ik heb zelf graag galeries gehad. Die galeries zeven jaar bestaan. Eigen galeries. Ja. Dat waren, ja, tuurlijk.
Het waren meer of meer kraken. En we gaven zelf dingen uit. Ook dichtbundels van Diana. Maar op een gegeven moment kreeg Diana een uitgever. Jos in de Knipscheer. Ja. En dan heb je echt... Als je een uitgever zit, dan wordt het toch serieuzer genomen. Huh? Dus op een gegeven moment dacht ik van... misschien moet ik wel een galerie ergens anders hebben. Dat ik niet alles zelf hoef te doen. Dan is het wat professioneler. En die galerie waar jij in zat, de Living Room, dat was toen verschrikkelijk. Wij spraken elkaar wel. We hadden altijd wel een beetje contact. Dat was eigenlijk het begin. Ook een band ik speelde muziek. Ik maakte muziek natuurlijk. En we waren via Peter Gielen en anderen hadden we contact. Dat Aorta moeten we niet vergeten. Aorta, de Warmoestraat. De Warmoestraat met de kraakgalerie die opkwamen. Daar kwamen we gewoon toch elkaar allemaal een beetje tegen. Ja. Want het was eigenlijk de voortzetting van wat jij met Anus en met andere dingen deed. Het begon ook, Peter Gielen begon ook zeg maar, bij Royaal. Ja. Daar zat was kunst. Er zat ook een galerie naast. In de ruimte van David Veldman. No Name, dat was een punkclub, No Name. Ja, No Name heeft er gezeten. En dat was echt ook een behoorlijk chaotisch iets. En daarachter, dat was het gekraakte man. Daarachter begon ze die drukkerij over te nemen. De NRC. En Giel had eerst ook nog een galerietje. Hoe heet het nou weer? Goed. Maar de punkwegen moet je zo zien, die ging over in New Wave. En op een gegeven moment werd het allemaal tribes. Ik bedoel, je had skinheads, je had mods. Dat klinkt het ouderwets allemaal. Ja. Als je er zo over praat. Hoe lang geleden is dat? Ja, nou, 1980, rond, iets na 1980. Ultra. Nee, het was heel creatief. Ik bedoel, als mensen boos waren, dat begon als een eigen beweging. En dat, zonder internet kwam het ook internationaal door. Er kwam een enorme bedevaart naar Amsterdam. Het was natuurlijk ook geen woning, geen kroning. Ja, 1980, ja. Ja, toen hebben we onze apocalypse gehad. Dat was echt. Het was wel, maar een absurdistische oorlog, want het was Koninginnedag en iedereen stond overal te zuipen. En gingen mensen weer stenen gooien, weet je wel. Disney-apocalypses daar. Ik vond het zeer onplezierig. Op een gegeven moment de haringkarren die vielen om. Het was echt. Mensen die nog net hun lakens konden weg, waarop ze te verkopen spulletjes hadden, konden wegtrekken. Moeders met kinderen. Ja. En traangas, heel veel traangas. Heel veel traangas. Ja, en dat stenen gooien ook al. Daar zijn filmpjes van dat een meer voor zijn paard al flikkert. En er weer op. Maar dan is het wel eventjes anders in de galeriewereld die daarna kwam. Ja. Nou, heb jij die overgang ervaren? Er is iets vooraf gegaan. 84 was het jaar van Orwell. En we dachten van, of Big Brother komt aan de macht of de wereld vergaat. Maar dat is toch een soort profetie. Er ging ook heel veel liedjes over. 1984. 1984. Als beeld gewoon. Ja, als datum. Moment, dat had je vanuit de 70 jaar had je dat die datum zien aankomen. Dat zag waar gewoon, maar dan gebeurt er wat. Ja. De profetie voorspelde het. Maar in 1985 kwam juppie kwam op. Op een gegeven moment had je een woord juppie. Young Urban Professional. Ja. En de kunstenaars die gingen ook een net pak aandoen en de zakenman uithangen. En je kreeg jouw stroming, het postmodernisme. En er was heel veel subsidie en er was sowieso iedereen ging kunst kopen. En heel veel kunstkritiek, er kwamen allemaal bladen uit. De kranten stonden vol. Elke expositie die interessant werd gerecenseerd. Dus kunst was heel belangrijk. Mm-hmm. En toen ik daaraan meedeed, dacht ik... Want je bent op een gegeven moment daar ook gaan exposeren. Je hebt dat, ja. bent ook in het circus gaan meedraaien. Ja. En wat dacht je toen? Ik moest lachen. Ik dacht, die wereld is heel raar. Maar het blijft altijd. Kijk, in die vorige uitzending had je het over Penk, weet je wel? Penk. Met Rudy. Ja. En Penk, dat ligt natuurlijk. Ik zei Kieshering meteen. Ik ben een keer voor het televisieprogramma ook mijn kunstbezit, Chef Rademakers, naar een museum in Den Haag gaan. Daar hing Penk van of graffiti, weet je wel? Van, maar Penk is een hele slimme man. Het woord Penk is pseudoniem, niet, maar hij is natuurlijk van punk, weet je wel? Penk, punk. Ja, dat slimme gast. En dan had hij de oertijd bestudeerd. Dus die wist precies hoe hij uit de graffiti die elementen verder kon doen. Ja. Dus er was altijd al een link met de kunstwereld. En Keith Haring, Haring en Penk. Van de straat naar het museum en galeries. En als je maar je werk laat zien aan de mensen. Ik bedoel, het heeft geen zin om dingen te maken die dan die niet te zien zijn. Nee, kunst is pas iets als het gezien wordt. En het is pas helemaal als het gekocht wordt, dan heeft het een waarde. Dus toen ik eraan meedeed, dacht ik van, het is nu wel waarde. Maar het een sluit het ander niet uit. Ik bedoel, ik bleef natuurlijk ook op straat werken. Dat heb je altijd gedaan, hè? Ja.
Want dat is echt, we spreken elkaar dan wel eens, dan bel ik je op, wat ben je aan het doen? Dan zeg je, ik ben ergens een snackbar aan het doen of zo. Een snackcore, ja. Je hebt natuurlijk je werk op heel veel plekken ingezet. Want ik moet even verder vertellen. Ja. We zijn natuurlijk bevriend geraakt toen. En uiteindelijk heb ik gevraagd of je mee wou doen met het Japan-project wat ik had. In 93. Toen heb ik je benaderd om zeg maar het deel, ook door je beeldarchief. Want jij had natuurlijk met al die schablonen, had jij een beeldarchief opgebouwd van de hele Nederlandse cultuur. Iedereen en alles kwam daarin voor. Je was als een spons opgeslagen. Ja. Je was het allemaal aan het verwerken gegaan. Dus je had alle hoofdfiguren die daar een rol in speelden, had je geportretteerd. Ja. En mallen. En het leuke van die mallen is dat je ze overal voor in kon zetten. In verschillende combinaties. Ja, dat je het altijd opnieuw kan toepassen. Want als je het helemaal gesneden hebt, kan je daarna weer spuiten. Ik had er altijd kloppen die. Ja, dus ik dacht, hoe mooi is het niet als ik bijvoorbeeld Hugo dan vraag om in Japan, bij het Japan-project, de tuindeuren te maken. Ja. En dan met Dellers blauwe tegels, met zijn onderwerpen. Dus ja, wat heb je er allemaal niet gespoten? Een mannetje stond op die deuren. Ja, een mannetje, de wietblaadjes, portretten van mensen, Rembrandt, architectuur. Heel Nederland kwam daarvoor. Dat vond ik extreem mooi. Ik ben heel blij dat je erop ingegaan bent, dat dat gedaan hebt. Nou, dan moet ik zeggen, 1990 dacht ik van, ik ga iets anders doen. Ik was met die Marokkaanse en jungle dingen bezig en punk en goed. Toen dacht ik van, wat hebben wij eigenlijk? Nederland. Dus toen ben ik Nederland gaan onderzoeken. Dan kom je, net zoals in Marokko, weer een winkel ingehusseld. Dan moet je tapijten kopen. Maar in Nederland, als je met toeristen meegaat, ga je een Delfts blauwe winkel weer ingehusseld. Dan moet je Delfts blauw kopen. Ja. En dacht, zo truttig en lullig, laat ik dat proberen een draai te geven. Ik had het al vaker gedacht, maar toen dacht ik, nu ga ik het echt doen. En toen ben ik in de bibliotheek gegaan. Ik ontdekte dat het uit China kwam. En de mooiste dingen, die komen uit China. Ja. Die zijn verdels blauw. Maar toen ontdekte ik ook dat het Nederlandse identiteit, dat is heel omstreden. Daar wilden mensen niks van weten, want dat is nationalist. Ik ben een globalist. Maar toen dacht ik, maar waarom kan je van die stomme cultuur niet iets moois maken? Want... En toen ben ik dus Tante Leen en Johnny Jordaan. En weet je wel, dat is net als de blues. Arabië, dat is ook een nachtegaal. Yusun Doer is een nachtegaal van de zeel. Maar die Johnny Jordaan is ook fucking goed. Wat een stem. Ja, Tante Leen ook, dat is de blues. Dat is zo. En toen ontdekte ik dus dat... toen dacht ik ook, dus je hebt Nederlandse emigranten in het buitenland die dan heel... Daaraan hangen. Haringpartijen, zo gek. Ja, precies. En toen kwam ik dus ook achter iemand van het Amsterdam Museum. Die zei, ja, wist je dat je in Japan een project had? En toen heb ik dat aangevraagd bij het Japanse verkeersbureau. En dat was toen nog een eiland, of een boot, met Hollandse dingen nagebouwd. En toen kwam jij een gegeven moment plotseling van, ik heb daar een opdracht. Toen zei ik, dat is toevallig. Dat was precies wat jij over gelezen had en gehoord. Ja. Maar dat was zo te gek. Ze maakten een hele nieuwe stad in no time. Ja, dus niet zo'n klein eilandje, maar echt een soort big city met alles erin. Ja. Nou, dat was een raar idee. Compleet futuristisch. Het is te gek dat je dat deed. Want jij was de grootste kunstenaar. Jij was de enige die dat aankon. Ja. Volgens adviseurs. Ik werd uitgekozen omdat ik veel met assistenten werkte. Ja. Dus dat was de reden dat Simon Levy, oud-directeur van het Rijksmuseum, mij uitkoos eigenlijk en voordroeg. En ik kwam daar natuurlijk in een soort nagebouwd, geïmiteerd Nederland terecht. 8 kilometer kanalen. Ja. De belangrijkste gebouwen van Nederland opgebouwd daar. Het Centraal Station, Hotel Europe, het Koninklijk Paleis, Huis ten Bosch, de Waterpoort van Sneek. Rondvaartboten en molens. Ja, en toen kwam jij eraan. Ja. Dus, en jij hebt daar gewerkt ook een hele periode. Ik heb daar een fantastische tijd gehad. Ik ben toen was gescheiden van Diana Ozon, die liet me los op een gegeven moment. Of verdiet elkaar los. Ja, ik was met Jeanette. Die later leven. Mijn vrouw, de moeder van mijn kinderen. En studentje, kunstgeschiedenis. Maar we liepen daar beurshandelaar. Rond. Beurshandelaar. Ja, ook nog. Maar we liepen daar rond in een droom. We waren verliefd, maar die Japanse stad. Overal had je muzak. Filmmuziek eigenlijk bijna. Ja. Dus je liep gewoon in een film. En je was ook een figurant. Want al die Japanners die zagen dan een Nederlander. Ja, die gelijk staan Nederlander, moesten ze fotograferen. Ja. Iedereen wou je hand geven, et cetera. Ja. Dus het was een soort droomwereld. En, je bent dan ook op zoek gegaan naar porselein. Ja. Dus naar de technieken van Delfts blauw, eigenlijk de herkomst. Ja, nou, het komt uit China, maar door de oorlog is het naar Japan verplaatst. En toen is er beschreven in Nederland. Dus je hebt daar een museum, heb je zelf afbeelden in Chinees, in Japans en Nederlands. Allemaal variatie. Maar Arita is porselein, dat is de vakbij, is heel beroemd. Ze hebben daar echt een hoge cultuur met heel breekbare dingetjes.
Speciale bakwijzers. En... Maar toen ben ik dus met Jeanette zijn we de afvalhopen van die fabrieken zijn we uit gaan pluizen. Dingen meegenomen. Allemaal scherven meegenomen. Nee, kopjes met een klein butje eraf. Nou, is jarenlang mijn koffie. En ze allemaal met een koffiekopje. Heel mooi beschilderd allemaal. Prachtig. Werd weggegooid dan allemaal. Werd weggegooid. Maar deed je dan verschillende koffers mee? Dat ja, heb ik nooit meer ik nu voor deze keer. Ja, en ook nog in de metro vastgezeten met landvaardingen. Maar gewoon mee kunnen. Dat stonden we op zo'n vuilnishoop. Ging ineens een sirene, want die fabriek. De werktijden waren afgelopen. Dus ik dacht, dus worden we nog opgepakt dan? Maar dat is een hele mooie tijd, ja. En die link Japan-Nederland... Dat is wel een heel bepalend deel in je stijl van werken geworden daarna. Hè? Dus zeg maar, Dallas Blauw. Ja. Dat heb je echt helemaal uitgewerkt. Ja. En dat heb je op alle mogelijke manieren toegepast ook. Je hebt, zelfs een complete afvalcentrale in... Het eerste was eigenlijk... Ik begon in 1990 mee. In 1993 kwam British Airways. Ja, dat heb je gedaan. Die vleugel. We gaan allemaal vliegtuigstaarten doen van verschillende cultuur... Ja, of landen of culturen. Toen ging jij in Nederland vertegenwoordigen. Ze wilden mij gewoon... Ja, wat is typisch Nederland? Ja, je kan Mondriaan opzetten of zo. Maar ze kozen voor de Delfts Blauwe, dat het typisch is. En er zijn 20... Ik was een van de eerste. Dit project is gestopt. Maar ik heb wel 20 vliegtuigen gehad. 20 vliegtuigen met jouw design van British Airways. Uiteens schilderij, verschillende fragmenten. Dus elk vliegtuig anders. Met mijn naam erop. En dat vloog. Dat was helemaal te gek, ja. Dat is zeer goed. En toen kwam Schiphol ook nog eraan. En die hadden een nieuwe terminal uitbouw. En die wilden dat Hollandizen. Nou ja, ik was de enige die Hollandized. Nee, jij bent een Hollandizer. Toen heb ik nog meer onderzoek kunnen doen. Toen kreeg ik een flink budget. Dus ik ben, het was geen internet. Hè? Dus ik ben alle antiquariaten, boeken, bibliotheken en boeken. Oud-Hollandse boeken. En daar alle materialen uit waar ik nog steeds profijt van heb. Nou, dat zal een leerschool zijn. Ja, het was heel mooi. Ja, de hele geschiedenis. En zo ging dat eigenlijk door. Geen met HEMA-artikelen. En dus die stadshaard, maar dat is in 98. Stadshaard heette dat. Nee. Waar was het? Enschede? Nee, dat is 2000 wel. Het is toen verkozen tot het mooiste, wel, het lelijkste gebouw van lelijkste Nederland. Gebouw van het jaar. Dat vond ik wel een compliment. Ja, voor dat vond ik wel. Ja. Als je dan toch iets wordt, wordt dan het lelijkste gebouw van Nederland. We hebben in 2000, na 2000, dus een identiteitsprobleem, weet je wel. Islam, Pim Fortuyn. Ja, hoe zie je dat? Want dat is, je... Nou, toen begonnen mensen eigenlijk eerst scheten op hun eigen cultuur. Vooral de elite van, de decoratie en low, je hebt high art en low art. Ja. Nou, dat je ervoor al. Ik vond het leuk om van low art high art te maken. Dave Warhol, de meneer Jeff Koons. Jij ook, natuurlijk. Hè. Is erg in die spel, weet ik veel. Dat is leuk. Deconditioneerde dingen omdraaien. Ja. En de Delfts Blauw was echt geaccepteerd. Oh, dat doet hij dus. Ja, hij maakt van low art high art. Leuk. Maar op een gegeven moment, Benno Premslaar heeft de schilderij van me gekocht. Die zei, ja, je moet er wel mee ophouden. Hè. Ja, ik moet natuurlijk, ik moet natuurlijk die molentjes en klompjes blijven doen. Het moet verder. Maar op een gegeven moment kwam er iets van, wat hebben we als Nederland eigenlijk? Dan is de Delfts Blauw heel belangrijk. Dus toen begon heel veel mensen, begon het ineens op te komen. Ik had heel veel baat bij. Mensen kochten mijn werk. En stroopwafels en pannenkoeken, dat werd allemaal Delfts Blauw. En ja, overal... Een soort konijen. Ja, en vormgevers gingen het doen, Wanders en weet ik veel. En, ja. En zo ging het verder. Maar die stadshaard in Enschede, dat was een gebouw voor warmte, elektriciteitsontwikkeling, waar warmte vrij kwam, dat dan naar de huizen gaat. Die was naast de kerk gebouwd. En het heeft geen ramen en dat zag eruit als een moskee. Ja, want, zo zag het eruit. Delfts Blauw... Zit er natuurlijk ook geïnspireerd door jouw inspiratie op Arabische patronen. Delfts Blauw komt uit China. En vanuit China is het ook naar Iran gegaan. In Iran en Turkije heb je ook blauw-witte moskeeën. Ik bedoel, dat komt uit China, van die kant. Oké. En die mensen die dachten dus, oh, dan heb je zo'n Iran-moskee. En het is hoger dan de kerk. Moskee extra in Enschede. Daar stond tegen een Marokkaan brommertje van moskee. Ja, sorry, helaas. Was dat een beoogd effect? Of was dat iets wat gewoon gebeurde? Nee, want ik had allemaal... Had je dat je ooit afgevraagd, dat kon gebeuren? Ik wist wel van, het ziet er wel zo uit. Ja, met die ornamenten. Maar op die stadshaard heb ik de kanon van Enschede gemaakt. Uit eigen overweging. Eigenlijk hele Hollandse motieven weer. Ik dacht van, wie heb je Enschede allemaal? Nou, Willem Wilmink, maar die ziet er niet zo uit. Ja, die doe ik maar niet. Jan Kramer, ja, die moet er zeker erin. Ja, Enschede natuurlijk. Nou, en allemaal monumenten. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik doe ook een Bob Marley erin. Want maar er zitten heel veel dingen van Enschede in. En de kanon... Oké. Maar het is dus een heel Nederlands ding. En, terwijl het dus als een soort moskee wordt neergezet. En het werd beschouwd als... Maar mensen die denken vaak ook in vakjes. Inmiddels zijn ze er dol op. Wordt het bij de 20 mooiste gebouwen. Ja, dat geloof ik. Je moet er maar het is een hele moeilijke plek ook. Hè. Het is een vuurwerkplek.
waar alles opgeblazen is. En, er komt rook uit die schoorsteen. Ik zie een hele zekere lijn van werk de hele tijd. Dus je hebt echt je eigen ding ontwikkeld. Het is ook zo algemeen geworden op een gegeven moment dat het inderdaad overal terugkomt. Dus dat Dallas Blauw zo'n totale herwaardering krijgt. En dan komt er een fenomeen op als Banksy. Hoe heb jij dat ervaren? Dan moet ik even zeggen dat ik dus in 84, 85 had je de Amerikaanse stroming. Hè? Ik ben van de punk graffiti. En op een gegeven moment komt de Amerikaanse graffiti. En die is op hip-hop geënt. En die mensen waren 10 jaar jonger, generatieconflict. Ja, met zijn schablonen. Nee, wij uit de vrije hand, weet je wel. En die hebben jarenlang daar allemaal dingen gedaan. Voor coffeeshop, dat weet ik veel. En vandalistische dingen. En die zijn gestopt. Want op een gegeven moment was het graffiti was voorbij. Mm-hmm. Was niet meer in de mode. Ja. En toen was ik in mijn eentje eigenlijk. Maar ik zat in de galeriewereld. Toen dacht ik, ik ga gewoon door. Het is mijn techniek. Ja. En mensen kunnen wat tegen mijn techniek hebben. Maar toen was ik alleen op de wereld in die stijl eigenlijk. En plotseling is er iemand als Banksy, zo tegen 2000. Ja, dat moet je wel enorm. En toen dacht ik, te gek. Dan begint het weer. Ja, iemand doet het weer. Ja. En ook op een leuke manier, maar ook heel punky. Ja, ook heel spannend, maar ook heel trefzeker in zijn beelden. Ja, en een gevoel voor humor, wat Engelsen eenmaal hebben. Monty Python. Ik heb af en toe grapjes, de koningin met blote tieten, maar dit was echt wel, dat is wel extreem kussende goed. Agenten en zo. Ja, en wielklemmen op standbeelden. En een koe heeft hij gedaan. Ik wou altijd al een koe doen. En de hippies, Theo Klei, die hebben een keer een koe blauw geschilderd. En ik wou altijd een koe of een hond, zebra doen, of weet ik veel. Heel, spuiten. Maar hij had een koe, een pies erop gedaan. Dus ik dacht van, hé, dat is een geestgenoot. Ja. En Banksy die heeft dus het voordeel dat in 2000 was er zoiets als internet. Ja. En dat is het mooie. Ik heb van mijn oude werk niet eens foto's, want ik had geen camera. Nee. En toen had je dus digitale camera's en je flikkert het meteen door het net. En wereldwijd. Meteen publiceren, iedereen kon het zien. Dus hij had die impact. En dat is de generatie, de wet van de rem en de voorsprong. Ik bedoel, hij had meteen dus een wereldpubliek. En daar is hij mee gaan spelen. Dus dat hij dingen onthulde op een plek. En een soort spelletje speelde en anoniem wist te blijven. Nou, dat vind ik ook een heel belangrijk element in zijn werk, natuurlijk. Kijk, dat komt voor als kraker moet je. Ik had vroeger ook pseudoniemen. Want anders word je meteen krijg je de bekeuring en word je gearresteerd of je huid. Hij heeft het gecultiveerd. En hij kwam op het moment op dat heel veel mensen dat gingen doen. Er kwamen ook heel veel boekjes uit. En ik had dat eerst niet zo in de gaten eigenlijk. Maar tot in 2008 was het. Toen ben ik uitgenodigd in Londen. Je bent uitgenodigd door iets wat hij door hem eigenlijk. Hè? Hij heeft een tunnel gehuurd voor een half jaar. Ja. En al mensen uitgenodigd. En het was allemaal geheim. En plotseling kwamen we aan en we kregen spuiten. Dus we mochten ons ding maken. Geen seksisme. Maar je wist dus niet wie je uitgenodigd had. Ik wist wel dat Banksy erachter zat. En ik hoopte hem ook tegen te komen. En daarom ben ik ook gegaan. Ja. Ik bedoel, hij had zijn ding al gedaan. Dus hij liep aan. Hij was klaar. Dus hij was klaar. En hij heeft zich niet onthuld aan jullie. Of verteld wie hij was. Hij liep rond, maar we weten al. Het is iemand, zoveel op 40, met ook een brilletje op uit Bristol. Maar toen kwam ik eens 20 andere schabloonkunstenaars. Stencil heet het inmiddels. Stencil ervan. Hij bracht die mensen bij elkaar. Dus. Met een Tristan Manco. Dat is iemand die had een boekje gemaakt. Stencil Graffiti. En dat is het eerste boekje. En die had het wereldje in de kaart gebracht. Dus die wist iemand in Polen. Iemand in M-City in Polen. Phils uit Portugal. En die had in Amerika heb je Shepard Fairey. Die ook met schablonen bezig is. En en nog een mafkees, Mr. Brainwash, maar dat is een ander verhaal, die houden ze er ook bij. Maar iedereen stond die dingen te doen en ik dacht, hé, allemaal linkerhand vies, handschoenen, spuitbussen, plakband, weet je wel, schablonen. Dus voelde ik, te gek wereldje. En sindsdien volg ik ze allemaal en ik zie hoe groot het is. Want die doen wat ik vroeger, die gaan de wereld over. Ja. Bedoel, en dan gaat het helemaal niet om geld, want het komt altijd wel weer. Kijk, ik heb een gezin te onderhouden. Ik ga niet zomaar overal voor de lol in een jeugdberg zitten om mijn sporen na te laten. Ik ben 61, weet je wel. Ja. Maar als je 30 bent of 20, dan is het te gek. Dus die gaan in India, in Mexico, Moskou, opstijgers, muren en pakken, zo overal sporen na laten. Nou, het is geweldig. Want, geweldig. En ik kan zeggen, het is de grootste kunststroming die er is. Het zijn verschillende stijlen.
Maar het is... De street art, hè? Je kan niet meer zeggen graffiti tegenwoordig. Nee, graffiti. Krassen. Ja, dat is het niet meer. En dat komt uit het oude Italië, ja, uit de oertijd, dat je iets krast. Ja, dat is niet krast. Dus het is een ouderwets woord. Street art, ja, het is op straat. Maar dat is ook weer een moeilijk woord, want als je dan iets binnenmaakt... Is het dan geen street art? Dan is het geen street art meer. Toen nemen ze het woord urban art. Urban art. Ja, dat is dan op het platteland. Wat doet dan hoor ik weer niet bij urban. Maar het is een moeilijke samen te vatten stroming eigenlijk. Maar het komt wel op neer dat de wereld mooier wordt gemaakt. Want wat er nu gebeurt, je hebt heel veel lelijke flatgebouwen. Hè? Onder wanden, zo'n dode wand. Nou, die worden overal aangepakt. Over de hele wereld. Als er met een beetje budget is. En in Nederland... Het is wel goed om te zien hoe er zoiets positiefs kan komen dan uit de... Vandalistische achtergrond. Nou, ja. Ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn. Ja, ja. Nee, het is een beweging die maakt de wereld mooier, letterlijk. Ja. En ook voor de mensen die niet in het museum komen, die zien het. Nou, het is voor iedereen natuurlijk. Ja. Iedereen die op straat, je hebt hier in Amsterdam, heb je behalve dat je op een gegeven moment een zwembad gemaakt hebt, heb je ook een hele straat aangepakt. Ja, ja, ja. Hemonielaan. Ja. De Hemonielaan is eigenlijk helemaal voorzien. Ze heeft dus een eenheid gekregen door jou. Beelden. Nou, het is zo, die straat die, was een beetje een bijstraat. En er kwam her en der vonden lelijke graffiti op. Van mensen die dronken voorbij kwamen. Ja. En toen heb ik een paar stukjes mooi gemaakt. En na een gegeven moment heb ik het dus toestemming gevraagd. Ook budget. En toen heb ik die hele straat verschillende stijlen mooi gemaakt. Hij is eigenlijk al 3 jaar intact. Ja. En wat ik fijn vind, als ik ergens een tunneltje in Hardenberg doe, dan kom ik nooit meer terug, weet je wel. Maar hier loop je af en toe langs. Erheen, dus en dan zie ik toeristen staan. En dan denk Kaap, ik van, dus je kan hoera, ik functioneer. Ja, ik zou het eigenlijk willen wisselen, steeds nieuwe dingen maken. Maar is dat niet mogelijk? Kan dat niet? Willen ze mensen hechten natuurlijk aan de afbeelding? Nee, dat kan wel, maar dat is toch wel echt werk. Hè? Ik bedoel, ik stond, die straat was verwaarloosd omdat die eigenaren, de biljartfabriek Wilhelmina, die heeft nooit wat aan opgeknapt. Dus het was allemaal blanco hout en lelijk, weet je wel. Dus ik moest het eerst echt gaan restaureren. Maar, dus je hebt ook heel veel moeten opknappen. Ja, om natuurlijk. Je eigen, de ondergrond moet goed zijn, anders blijft het niet zitten. Nee, tuurlijk. Dus het is belachelijk om op eigen kost andermans pand op te knappen. Ja, ik bedoel... Dat is zo gek ben ik niet. Maar eigenlijk gebeurt dat wel vaak, hoor. Met die graffiti's. Ze zijn blij dat ze een plek hebben waar ze iets mogen. Ja. Je hebt mij ooit gezegd dat mensen iets respecteerden vanaf het moment dat ze ervoor betaalden. Ja, ja. Nou, dat is de les. Als ik ergens een muur schilder gratis, dan kan het wel voor een maand overgeschilderd zijn. Maar als ik een paar duizend voor betaald heb, dan laat het wel juist staan. Dan beschermen ze. Nee, bedoel, dat, de levensduur is langer als ik voor betaald word. Ja, ja dat zo zuinig is het ook alweer. Dan is het zonde van de geld. Mooi. Hey Hugo, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ik denk dat we een mooie doorkijk hebben gekregen in jouw geschiedenis, de mijne en de wereld van de... Hoe zullen we het noemen? Urban art. Dankjewel, man. Dankjewel. Hoi.